everyone. Welcome to May. I've already filmed in May, I think. Hold on, I'm gonna turn up my music. But I'm not sure if I actually gave you any information as to how I'm doing and what's going on in my life. Because I'm stressed out. Like, fuck, you know what I'm doing when I'm stressed out? Make my room a bloody mess. So I figured I'm working. I have to go to work in like 2.5 hours. So I thought I'm gonna just tidy my room and try and already rearrange it. Because I want to go and rearrange my room again. Because I get bored easily, apparently, of my room. So I'm gonna do that. And I thought, why not take you along in this journey? Yay. Good. My family and I are going to the Ardennes. I think that that's the English word for it. Oh my god, I look awful. I just woke up from like a car nap. I always have those. But yeah, we're going to the Ardennes for this weekend with the entire family. So it will be fully packed, 30 people, like 20 kids or something. Don't know how I'll survive, but it'll manage. And I'm actually really excited because it's really sunny, really nice, and hopefully I'll be able to work on my uni work because I really need to do that. And yeah, I'll take you along with me. Okay, cool. Keertje, Sjaak. Doe eens even voor. Doe eens even voor. Doe eens even voor. Ga ik voor de vlog. Ja? Voor de vlog, hè? Ja? Kijk, we streken hem af zo. Oeh. En dan zetten we hem neer. Haba. Bam. Prachtig. Prachtig, Sjaak. Het gaat nog sneller dan de Japanners. Nou, ik vind het echt heel mooi. Mooi, hè? En hier is Patricia de vis aan het snijden. Tonijn. Tonino. Tonno. Tonno. We decided to go out to a little village and check it out. I'm not really sure what it's called or how it's spelled, but I'll put it somewhere on the screen. Durbois, I don't know. But yeah, I'm here with my aunt, uncle, cousins. Fun times. Fun times. Okay, no.
Yep. How long did we walk here? How long have we been here? An hour, I think. Like an hour. It felt like 10 minutes, but it's fine. It felt so short. So yeah, we just had a little stroll. I made my family take pictures of me, so good times. Now we're going back to the house, I think. Yeah. She made us. She was very strict about it. Me? Of course. I wasn't. You love taking pictures of me. Okay. Alright. Thank you though. Okay, so now we're going back to the house and I'll probably be horse riding later this afternoon, so that's cool. I've got a massive zit. I've got like another chin on my chin. This is so bad. You can't see it. So we're back in the car and what are we doing? Gunnet, what gaan we doen? Paardrijden! Wat gaan we doen, Laurien? Paardrijden! Relax! Mama en Peggy, wat gaan we doen? Horse riding! Horse riding! Yeah! Horse riding! Yeah. Although we try. Like, I haven't been on a horse in like 6 years, so let's see how I'll do. I hope I won't die. Probably not. Hopefully not. Probably not. Probably. And if I will, it will make great vlog footage. Hey! Okay, so, yeah. So we just got back from the horse ride. Did you like it? Vond je het leuk? Ja. Ja! Dus dat hebben we gedaan. We hebben lekker paard gereden. We hebben eerst het paardje schoongemaakt. Toen denk ik een half uurtje gereden, denk ik, per persoon. Misschien iets minder. Kwartier. Maar ja, dat. En nu gaan we lekker naar huis. Mama wil heel graag douchen. Ik weet niet of je het door had. En dan gaan we barbecuen, want de mannen zijn lekker barbecue thuis. Heb je er zin in? De barbecue. Ja. En dan gaan we nog... IJsje! Dat gaan we dus doen. En ja, dat is heel gezellig. Dus dat heb je tot nu toe wat leuk. Ja, dat spelletje. Playing werewolves. It's either called Mafia in English or just Wills, I'm not really sure. We're gonna play that. We're also gonna have some ice cream. Hebben jullie toch niet zo leuk gehad dit weekend? Ja. Ja? Hebben jullie familie niet al zat? Nee. Ja, dat is prettig. Goeie antwoorden zijn dit. Ik moet echt interviewen worden, want het enige wat ze doen is ja. Nee, ja. Ik had geen kaartjes spelen met alle kinderen. Oh, heb je kaart? Daar was ik niet voor uitgenodigd, wil ik het toch even gezegd hebben? Nee, was gaat maar je was boven me. Was ik boven? Nou, ik was helemaal niet lang boven. Ik van paardrijden. Paardrijden. En toen ging zwemmen. Is ook heel leuk. Ik heb ook gezongen, hè? Waren jullie ook niet bij? Nee. Je ziet al gelijk waar ik bij hoor bij deze familie. Oké. Nee, oké. Nou, leuk. Leuk. Ja, heb je nog iets leuks te vertellen? Kunnen jullie jezelf voorstellen? Ik ben Laurien. Oké. Ik ben Quint. Nou, en ik ben Kaylee. En dit was het. Welkom bij de vlog. Nee? Thank you voor de vlog. Doe even iets leuks voor de vlog. Doe eens even hoi. Hoi. Ik heet Joyce. Hi. Ik ben Gwyneth. En ik Mia. Hallo. En wij zijn nu in... Wat zijn we? Waar wachten we nu? We zijn in Luik. Nee. Helemaal niet. Helemaal niet. Amont. In de Ardennen toch? Amont. Nee. We zijn voorbij gegeven. We zijn in Amont. Herman. Het staat voor de... Het staat voor het huis. Amont. Dit gaat zo goed. Ik ga voor het huis. Ik ga gaan we binnen. Oké, kom. Oké, moet je nou meelopen opeens? Ja, kom. We gaan op avontuur. Daarom doe ik dit. Dit is wat er gebeurt als je zeg maar je nichtjes laat praten in de camera. Rennen. Ze gaan zelfs rennen, jongens. Ik weet niet of ik dit aan kan. Ik was gelijk. Ja, kom eraan hoor. Ik ben ouder, heb ik wel kortere benen. Oké. Nee, de huis is... That's too much. Nou, grazie. Altijd zo vloggen? Niet altijd, als ik wil. Als ik er zin in heb en als ik het niet vergeet. Je hebt zelf in de auto dan? Ah, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Leuk jongens, leuk. Dit is Ellie. Ja. Onze mama.
tegelijkertijd. Ja, maar jullie zien er veel poeler uit als jullie doen. Dan is het zo van... Oh. Laat toch maar naar me! Echt waar? Gewoon... Oh, dat is zo moeilijk. En hoe werkt het? Oké. Zijn er nog meer danspassen? Good morning, lovely people of the internet. It is Sunday, which marks the first day of my family holiday weekend. I don't know. And if you think my voice sounds a bit different, it's because I suddenly got a cold. I woke up with a running nose and I just got a massive cold now, so that sucks. And I have to walk down 4 flights of stairs until I get that mess, right? Today's outfit is cute. So let's see what today brings. I'm not sure what we're doing. I think we might be going to a brewery. I don't know how to say it. But I know that now I'm going to meet up with my entire family because I have a big family, if you haven't noticed. I can't find anyone, so welcome to my life where I have 30 people in this house and I can't find anyone. This is what happens when you just want to sleep and just everyone leaves you. It's fun. It's a lot of fun. So much fun. So yeah, I'm gonna go on an adventure now. Hallo meiden. Hebben jullie een uitzien gehad van dit weekend? Ja. Gezellig. Wat ik leuk vond is gisteren Weerwolf. Ja. Je vond Weerwolf, ja, gisteren het laatste potje Weerwolf was wel heel goed, hè? Ja, zeker. Zo, ja. Jij Anna, wat vind jij het leukste van het weekend? Oh, ik vind het gewoon alles leuk. Zo samen te zijn met z'n allen, vond ik leuk. Prettig. En Mia, wat vind jij het leukste? Ja, ook samen te zijn. Ja, dat was ook leuk. En gisteren een spelletje. Gisteren wat? Spelletje. Een spelletje, nou super fijn. Ja. Welcome to another food haul with Kaylee! Yay! So for tonight's dinner, I'm making vegetarian. They're not vegan, there's milk in it. Vegetarian wraps. So exciting. I've got salad. Because it's cheaper if you buy it like this than if you buy it from a bag. Mushrooms that I've already ate because I eat raw mushrooms. Got feta cheese because it tastes good. A cucumber. Actually, it's really funny because a cucumber is like very not stiff. This is weird. This is really weird. Some tomatoes, tiki, falafel. Oh, I've also got corn. Corn. Got that. Final version, so like one more check version, like checkable version, so I can actually send this to the exam commission. And now I'm just busy with the last things, like the vision books. So I think I'm done. I'm almost done. I also have to be at work and like 5 hours, so I hate my life. But I also love it because I'm always on. But I hate it, and I love it. Oh my god.